In ziekenhuizen en klinieken komen steeds meer werkzaamheden voor die in kritische, hooggekwalificeerde en schone omgevingen moeten plaatsvinden. Zoals in de apotheek, de isolatiekamers, centrale sterilisatieafdeling en het OK-complex. Tijdens het uitvoeren van operaties moet de lucht in een operatiekamer zo schoon mogelijk zijn om het ontstaan van infecties te voorkomen. We gebruiken het OK-monitoringssysteem om de kwaliteit van onze luchtbehandeling zo optimaal mogelijk te kunnen zien. De reden is dat je zo min mogelijk infecties wil hebben na de operatie. Dat betekent ook dat je daardoor min mogelijk de deurbewegingen wil hebben. Meer deurbewegingen betekent kans op wervelingen in de luchtbehandeling, waardoor je dus kans krijgt op meer bacteriën die rondzwerven. We meten de drukken, temperatuur, alles om te kijken of onze luchtbehandeling goed is. Daarnaast kunnen we zien of er medische gassen uitgevallen zijn of dat we een probleem hebben met stroomvoorzieningen. Het systeem is ontwikkeld met de personen die bezig zijn geweest met de inrichting hier van de operatiekamers. En samen met Lighthouse hebben ze gekeken naar een eenvoudig scherm. Dat betekent dat gekozen is voor 3 vlakjes. De vlakjes kunnen groen of rood kleuren. Als het niet goed is, dan zien we een rood vlakje. Dan zie je precies wat de alarmmelding is en wat je actie is die je daarop moet ondernemen. Achteraf kunnen ze inzien door middel van trends. Eigenlijk doen we dat niet zelf op de operatiekamer. Meestal is dat via de technische ondersteuning die de trends bekijkt. Daarnaast hebben we bij elke deur die toegang geeft tot de operatiekamer een scherm hangen. Daarin kunnen we precies zien in wat voor stadium de operatie is. En kunnen we zien of er een röntgenapparaat is aangesloten of een laser is aangesloten. Het aantal deurtellingen zien we en we zien of er infectiepatiënten op de operatiekamer ligt. Bij de bereiding en productie van medicijnen in de apotheek is het van belang dat de werkruimtes aan strenge eisen voldoen. Ook de opslag en distributie van medicatie moet worden bewaakt. Omdat wij binnen geclassificeerde ruimtes werken en wij willen voldoen aan de GMP, heeft elke ruimteklasse zijn eigen eisenpakket. Wij analyseren het aantal deeltjes in de ruimtes, de micro-organismen, de temperatuur houden wij continu in de gaten en de relatieve vochtigheid. Als wij geneesmiddel hebben geproduceerd, dan moeten wij dit in quarantaine bewaren tot het is vrijgegeven. Sommige geneesmiddelen moeten in de koelkast bewaard worden of in de vriezer of bij kamertemperatuur. En dan moeten wij ook bewaken dat die temperaturen op deze plekken altijd binnen de juiste marges blijft. Deze data moet 7 jaar in de apotheek beschikbaar blijven, zodat wij indien er nog een calamiteit plaatsvindt altijd kunnen terugvinden wat de status was van de ruimtes toen. Wij draaien kwartaalrapportages uit, ook met behulp van Lighthouse. En aan de hand van die kwartaalrapportages kunnen wij inzien hoe onder andere onze mensen hebben gewerkt en of onze ruimtes continu voldoen aan de gestelde eisen. In de centrale sterilisatieafdeling worden de instrumenten gereinigd en gesteriliseerd die voor operatieve ingrepen nodig zijn. Ook dat moet gebeuren in een geconditioneerde omgeving. Heinze Sikkema is bedrijfsleider CSA en deskundige steriele medische hulpmiddelen. Hij heeft een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op OK's middels deeltjes- en kiemenmetingen. Het wordt steeds belangrijker om aandacht te besteden aan luchtkwaliteit in de OK's, omdat ook steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de gebruikelijke antibiotica. Daarom zullen we meer werk dan tot nu toe moeten maken van het voorkomen van postoperatieve wondinfecties in plaats van die te bestrijden met antibiotica. Het onderzoek heeft ons inzicht gegeven in de complexiteit, de risico's en de vele aspecten die een relatie hebben met de luchtkwaliteit in de OK. We hebben met behulp van meetapparatuur van Lighthouse hebben we deeltjesmetingen en kiemmetingen gedaan. Deeltjesmetingen in het wondgebied en op de instrumententafel en kiemmetingen in de periferie van de OK. En in de periferie hebben we de kiemmeting vergeleken met het aantal deeltjes wat we hebben gemeten in die tijd. En daaruit hebben we kunnen zien dat er geen relatie is tussen hele kleine deeltjes, dus deeltjes vanaf 1 tot en met 3 mu. Maar deeltjes vanaf 5 mu, daar is wel een significante relatie tussen het aantal kiemen en het aantal deeltjes. Bijkomend voordeel van metingen in elkaar in het bedrijf is dat je mensen ook bewust kan maken van het effect van eigen handelen. OK-systemen zijn heel erg gefocust op contactcontaminatie. Maar contaminatie via de lucht, ja, daar wordt tot nu toe nog weinig aandacht aan besteed. Terwijl dat toch een grote risicofactor is.
Ook in de toekomst zullen we gebruik maken van permanente metingen, vooral deeltjesmetingen. Daarnaast zullen we ook kiemmetingen blijven uitvoeren op de kritieke plekken in het wondgebied en op de instrumententafel. Bij verpleging en isolatiekamers is het van belang dat bacteriën en virussen zich niet verplaatsen van en naar de kamer van de patiënt. Het monitoringssysteem van Lighthouse registreert de drukbewaking tussen de isolatiekamer en sluis, zodat duidelijk is voor de verpleging of zij veilig de isolatiekamer kunnen betreden of verlaten. Het Lighthouse monitoringssysteem is een turnkey oplossing met complete hardware en software, volledig ingericht naar de wens van de klant. Samen met de klant wordt in goed overleg bekeken welke specifieke eisen en wensen zij hebben voor hun systeem. Alle benodigde hardware wordt geleverd en de apparatuur wordt geïnstalleerd. Aansluitend aan de oplevering wordt het systeem gevalideerd en worden de gebruikers getraind. Voor alle monitoringssystemen is 24/7 support beschikbaar. Lighthouse biedt kalibratie en service op locatie bij de klant. Wij hebben een monitoringssysteem aangeschaft om daarmee te voldoen aan een van de beheersmaatregelen die opgelegd zijn door de inspectie. Dat we naast een jaarlijkse validatie van het luchtbehandelingssysteem van de operatiekamer ook een dagelijkse controle hebben van alle kritische procesparameters. En daarmee ook een dagelijkse vrijgave kunnen doen van het systeem voordat de operatiedag begint. Het mooie van dit systeem is dat je het ook kan koppelen aan een gebouwbeheerssysteem of aan een elektronisch patiëntendossier. Zodat al die gegevens bij elkaar realtime worden gemonitord en worden opgeslagen. Ja, technisch beheer is voor ons heel belangrijk omdat dat een weergave geeft van datgene wat er in de techniek gebeurt. En we willen dat die gegevens ook zo zuiver mogelijk worden gemeten en gepresenteerd. Het systeem wordt één keer per jaar onderhouden. Dan worden ook alle sensoren door de medewerker van Lighthouse gecalibreerd. Lighthouse heeft een servicedienst die wij kunnen bellen, 24/7. En waar we dus technische ondersteuning krijgen op afstand. En indien nodig stappen ze in de auto, dan komen ze gewoon naar ons toe om de zaak op locatie op te lossen. Lighthouse heeft een ziekenhuisbreed monitoringssysteem waar de kritische condities van alle afdelingen in ondergebracht kunnen worden. Zoals de luchtkwaliteit op het OK-complex. De kritische parameters bij het bereiden van medicijnen in de productieapotheek en klinische farmacie. De bewaking van radioactieve straling en luchtkwaliteit op de radiofarmacieafdeling. Monitoring van koel- en vriesapparatuur, incubatoren en andere opslagmedia in het IVF-lab, het medisch-biologisch lab en de hematologieafdeling. Drukbewaking van de isolatiekamers. Luchtkwaliteit bij het steriliseren van instrumenten op de CSA. Lighthouse heeft al bij meer dan 60 ziekenhuizen en klinieken monitoringssystemen gerealiseerd. Daarnaast levert Lighthouse ook monitoringssystemen en cleanroom meetapparatuur aan de farmacie, industrie en cleanroom validatiebedrijven.